Thijs Al, Jan Verstraten, Christian Heule, de kampioen van Zwitserland uit Italië, Marco Bianco uit Kasterlee, Tim van Uffel, we hebben de Duitser Marcel Meisen, Rob Peters doet mee, Quentin Berthollet, de antiheld van het wereldkampioenschap bij de beloften, de jonge Fransman Arnaud Jouffroy, Tom van den Bos en Jimmy Thielens. Jimmy Thielens, mountainbiker hier van de streek, ook hij rijdt mee in deze eerste reeks. Renners maken zich stilaan op om die start te nemen. Er is nog één renner die daar niet klaar staat. Dat is Niels Albert. Die zit nog op de fiets. Maar die gaat zich zo meteen ook klaarzetten. Grote renners die laten op zich wachten. Ja, dat is altijd de belangrijke mensen. Die komen altijd ietsje later. Maar meestal zijn die er aan het einde van de rit wel van voorbij dan. Ja, we zijn benieuwd, want gisteren in Alphen was Niels Albert toch maar 10, als ik me niet vergis, de tol een beetje van zijn zware week wellicht. Maar hier moet hij dus maar 2 keer 20 minuten crossen. Het kan nu, of hij 2 keer 20 minuten moet crossen, of 1 uur en 20 minuten eigenlijk. Er wordt nog even uitgelegd aan de renners hoe ze moeten gaan staan. Ook zij doen dat maar 1 keer op een jaar. Het is de 3e keer dat we dus een indoor cyclocross meemaken. 2 jaar geleden zijn ze ermee begonnen in de Neckerhal in Mechelen. En vorig jaar zijn ze uitgeweken naar deze Etias Arena in Hasselt. Meer over Frederik misschien. En hier dan de spurt naar die eerste fietsen. Waar zijn die fietsen toch? Waar blijven ze? Het is mooi om te zien. Natuurlijk spectaculair, dat wel. En Niels Albert in de koppositie vertrokken, al lopende en ook als eerste de fiets op. Niels Albert voor Thijs Al. Dan zien we daar Jan Verstraten in 3e positie. Christian Heule in 4e positie. Marco Bianco dan. Berthollet, Peters. Dat zijn de eerste 6 renners. En het is draaien en keren. Het wordt heel moeilijk om op zo'n parcours iemand in te halen. Kijk al eens hoe een voorsprong Niels Albert heeft op de pakweg nummer 10 daar. Die nog altijd om de bocht moet komen. Hier die zandbak. Niet zo'n makkelijke zandbak. Je kan er bijna, je kan er wel door, maar dan is daar een haakse bocht. En hier heeft Jan Verstraten dan toch Niels Albert te grazen genomen. Kijk Tom, jawel, het is me gelukt, zegt hij. En Jan Verstraten aan de leiding nu. Niels Albert volgt op een meter 5 at hij nu de berg op, de brug. Een vrij steile brug. Verstraten kijkt om, waar blijven ze? Ik heb meer voorsprong dan ik denk. En kijk, haakskeren hier op het gras. Het is kunstgras natuurlijk. Dus Verstraten, Albert, Heule, dat zijn de eerste 3. Thijs Al dan in 4e positie. Gevolgd door Tim van Uffel zit daar ook en Marco Bianco. Ja, Verstraten is achteruit aan het kijken. Die denkt, ik moet gewoon bij de eerste zijn. Dan ben ik sowieso geplaatst voor de finale. En, want ja, het veld ligt al wel redelijk uiteengeschud. Dan zie je direct dat dat toch lastig is. Thijs Al die nog mooi zijn voorsprong behoudt. Die nu binnen enkele bochten terug aan de zandbak komt. Ik denk als hem daar vlot doorgeraakt, dat hem wel kan winnen. Het is misschien niet belangrijk om deze wedstrijd al te winnen, maar ik denk die renners die rijden hier en iedereen wil hier winnen. Ja, vorig jaar was hij hier ook al, hier in deze Etias Arena, Thijs Al plaatste zich toen ook voor de finale. Er zijn een aantal renners die al zowel in Mechelen als hier in Hasselt gereden hebben. Slechts 5. Rob Peters was er in de 2 manches bij, in de 3 nu. Ook Schoetes, Jan Verstraten, Ben Berde en Niels Albert. Ben Berde die we in de volgende ronde aan het werk gaan zien. Verstraten heel mooi door het zand. Gaat hier voorbij Rob Peters en Niels Albert. En daar die strijd voor die belangrijke 5e plaats. Nog altijd Marcel Meisen, de Duitser. Vorig jaar was hij beloftekampioen van Duitsland. Dat is hem dit jaar niet gelukt natuurlijk, want op Philipp Walsleben stond echt geen maat het hele jaar in geen enkele wedstrijd. Vorig jaar was Walsleben gekwetst, had een sleutelbeenbreuk opgelopen, waardoor hij niet aan het nationaal kampioenschap kon deelnemen. En Marcel Meisen pakte toen de titel. En hier Thijs Al, die zich stilaan mag opmaken om zijn hand in de lucht te steken. Want hij gaat hier allicht die eerste reeks gaan winnen. Heel ver moet hij niet meer gaan. Nee, zijn voorsprong is comfortabel genoeg. Maar hier kan het nog mooi worden, denk ik, bij die achtervolgende groep.
Twee renners van Rendement Hippo die zijn voorbij Marcel Meissen gegaan. Het is Heulen die voorlopig in de vijfde positie rijdt. Hier Peters, weer heel handig door die bocht. En Thijs Al die zich opmaakt voor zijn allerlaatste bocht. En een val. Een valpartij van Christian Heulen. En die verliest daardoor het buitenbeeld. Hier staat hij recht. Maar die verliest daardoor zijn finale plaats. En hier de winnaar van de eerste reeks. Thijs Al. Hij haalt het. En dan een spurtje voor die tweede plaats. Een spurt voor die tweede plaats. En het is Peters die het haalt voor Verstraeten en Albert. Ja, Albert is een eigen nummer moeite met dat sprintje. En die vijfde, de belangrijke plaats, de vijfde is voor Van Uffel. Of gaat Bianco nog proberen? Nee, het is Van Uffel die die vijfde plaats haalt. Bianco is zesde, Meissen zevende, Jimmy Thielens achtste en daar de ongelukkige Christian Heulen. Ja, het kan soms gebeuren op een ongelukkige plaats. Christian Heulen, hij zal de troosting nog mogen rijden, maar geen finale plaats voor de kampioen van Zwitserland, Christian Heulen. Hier tiende plaats voor Tom van den Bos. Lang in positie 12 gereden, topgeschoven naar 10. Hier Arnaud Jouffroy. Voor hem was deze wedstrijd iets te lastig, maar mag niet vergeten, vorig jaar was Jouffroy nog junior. En hier Quentin Bertolet. Hier ziet u alle namen. Welles, Stibar, Boden, Simonik, Walsleben, Groenendaal, Van Toernout, Bastaans. We hebben ze gezien. Ook Ben Berden is erbij. Die heeft hier al elk jaar meegereden. Jan Soetes, ook hij was er elk jaar bij. Bart Verschuren, die was erbij in Mechelen 2 jaar geleden. Vorig jaar niet. Is ploegmaat van Berden en Soetens in het Revoort-team. En Jim Arnouts sluit de rij. Jim Arnouts, die hier uiteindelijk Jonathan Page is komen vervangen. Jonathan Page, de Amerikaan, die een contract had voor deze wedstrijd, maar zijn seizoen voortijdig beëindigd heeft. Zit er de leiding Stibar die hem daar aan het kietelen is. En het is hier Cedric van Brontegem die de start mag geven. De vraag is alleen wanneer hij het gaat doen. Ze staan daar half geconcentreerd en ze vinden het best leuk op deze manier een wedstrijd te mogen vertrekken. Ja. Straks krijgen we hier nog een valse start, maar ze zijn goed weg allemaal met Bart Welles. En dat is een goede loper in theorie. En hij neemt daar als eerste twee bochten met Stibar, met Boden, Simunek en Ben Berden in het wiel. Nu nog de juiste fiets nemen, daar zal het op aankomen. En ze zijn allemaal goed weg. In allerlaatste positie Vincent Bastaans, die al meteen twee man voorbij gaat. Hij is er al voorbij Verschuren gegaan en ook nog voorbij Jan Soetes. Vincent Bastaans die wil hier blijkbaar goed presteren. Vooraan in de wedstrijd Welles en Stibar, de twee FIDEA-ploegmaats. En dan de lange Stef Boden, de lange maar de jonge Stef Boden. Boden nog altijd eerstejaarsbelofte en dat kan zich wel laten gevoelen in zo'n wedstrijd. Wij zien intussen buitenbeeld dat Stibar werkelijk aan het uitbollen is. Die moet zich zelfs gaan reppen of hij wordt daar nog gegrepen door het pelotonnetje van Toerenhout Berden. Eerst Walsleben die nog een keer serieus kort bij ja, komt. Maar hij komt te laat, want hier is hij in de laatste rechte lijn. Bart Welles die gaat hier de tweede reeks winnen. Steekt zijn armen in de hoogte. Spurtje voor die tweede plaats en dat is, gaat naar Walsleben voor Richard Groenendaal. Stibar die zal vierde worden en dan benieuwd wie die vijfde plaats pakt. Van Toernout gaat nog als eerste die bocht in Berden voet uit het klikpedaal. Die gaat te laat komen, die trekt zich nu op gang. Nee, het is Van Toernout die die vijfde plaats pakt. Zesde wordt Berden, zevende dan Simunek, achtste Arnouts, negende Boden, tiende Bastaans, elfde Soetes en twaalfde Bart Verschuren. Straten bijna een valse start. Ze zijn daar niet in toom te houden. Ze zijn niet in toom te houden, maar ze kunnen ermee lachen. En ja, dat was toch wel een valse start van Rob Peters, maar hij gaat wel als eerste. Nee, ze gaan ervoor hoor. Ze gaan ervoor. Thijs Al gaat daar voor Rob Peters die bocht in. En nu de juiste fiets weer vinden. Heulen heeft zijn fiets. Van Toernout heeft die van hem gemist bijna. En Groenendaal moet nog een eindje lopen om die van hem te vinden. En als allerlaatste weg is Jinek Stibar. Dat is niet goed voor onze Tsjech. Als allerlaatste gestart hier in deze finale. Aan de leiding voorlopig Richard Groenendaal voor Rob Peters. Ja, Stibar die zijn eigen helemaal niet verrassen daar in de start. Het was een beetje wringen en trekken. Gelukkig dat dat niet elke wedstrijd zo is. Want dan kijk wel eens die ook nog achterom kijkt. En dan in één keer, ja. Ja, Groenendaal die zich dan boos maakt van, wat doen jullie daar allemaal?
ze spelen er een beetje mee, maar dan uiteindelijk gebeurt daar toch wel heel veel. En kijk hier die gedrevenheid op het gelaat van Rob Peters, die dan nog zijn hartslagmeter even moet gaan regelen, want ook hij was verrast door die start. En je zag Thijs al zijn rits al open trekken. De temperatuur is hier ook nog een pak warmer dan te straks. En in deze finale zitten alle kleppers in, dus gaat hier nog wat geven, denk ik. Ja, en waarom is het hier warm? Hier zit ook behoorlijk veel volk, hoor. 3500 toeschouwers, zo worden geschat op dit ogenblik. En dat is zeer veel. Daar mogen de organisatoren tevreden over zijn. Vooral hou er rekening mee dat iemand die altijd veel supporters meebrengt, Sven Nys, hier niet aanwezig is. Zijn prijskaartje was echt wel te hoog voor deze wedstrijd. Ja, jammer eigenlijk, want het is ook een beetje het Sven Nys parcours toch, met die BMX-heuveltjes. Maar ja, dus, ik denk dat we nu een mooie finale gaan krijgen. Met nog altijd Al Peters die de buitenbocht nam, maar dan toch niet verder mee geraakt. Iedereen neemt de rechterkant van het parcours. Niemand, ja toch wel, achteraan in de wedstrijd zien we dat Niels Albert de andere kant gekozen heeft. En die probeert nu plaatsen in te winnen. Niels Albert die helemaal achteraan zat in tweede op één na laatste positie. En intussen Walsleben voorbij gegaan is, Stibar voorbij gegaan en ook nog Tim Van Uffel. Dus de wereldkampioen redelijk achteraan. Hier zien we hem in het pak in op 3 na 4 na laatste positie. Met Van Toeren uit in het wiel, dan Stibar, dan Valsleben. De twee wereldkampioenen achteraan in de wedstrijd. Maar we hebben gezien in die reeksen, het kan, je kan vrij snel terugkomen wanneer je handig bent. Wanneer je wat risico's neemt op die springheuvels, zoals er die wel redelijk wat liggen. Vissen Bastaans, de kampioen van België bij de beloften, deed dat in reeks 2. En Stibar deed er ook heel vlot over die heuveltjes ging. Achteraan heel knap werk. En je ziet de Jansen Bruinbenen hebben precies geholpen vandaag. Ja, en kijk eens, Jan Verstraeten gaat daar vlot over. Thijs Al gaat daar zeer onstuimig. Verrast zichzelf bijna door daar iets te snel door die bocht te willen gaan. Maar gaat wel weer naar de leiding, Jan Verstraeten. En nu moet hij niet omkijken zoals hij in reeks 1 deed. Nu moet hij doorgaan, Jan Verstraeten. En wie zit daar in positie 3? Ben Berde, de kampioen van België bij de Elite Runners zonder contract. Peters kijkt daarom van waar zitten hier die kleppers, mijn god, zo ver van achter. Hier, Niels Albert zit daar achteraan in het pak. Walsleben, die andere wereldkampioen, ook achteraan. De twee ploegmaats van BKCP. Hier zien we nog eens het manoeuvre van Jan Verstraeten. Die verrast daar Thijs Al. Ik denk dat Thijs Al zich een beetje aan het inhouden was om vrij goed door die zandstrook te rijden. Hij wil een klein beetje recupereren, zijn hartslag wil laten zakken. En daar heeft Jan van geprofiteerd om hem erbij te gaan. Ja, en heeft toch een voorsprong nu van een meter of 20. Jan Verstraeten, kijk vooruit, man. Thijs Al zet zijn rits helemaal open nu. Met drieën zijn ze weg. Verstraeten, Al en Berden. En wie moet de achtervolging nu organiseren? Het is Richard Groenendaal die de achtervolging daar leidt. Gaat hij achter zijn eigen ploegmaat Thijs Al rijden? Eens een keer een snokker gaan we geven. Hier is het manoeuvre, de lopende Groenendaal. En dan heel mooi door het zandbart wel eens. En dan kort die bocht nemen zoals hij dat als de beste kan. Heel kort lopend hoeken afsnijden. Daar is hij een meester in, Bart Welles. Ook op en af de fiets, zeer snel. En heb je dat nu gezien? Niels Albert in de binnenbocht, voorbij Bart Welles gegaan. En Stibar die neemt een ander parcours nu. Stibar neemt een ander parcours en probeert op die manier voorbij Welles te gaan. Want hij ziet dat Albert naar de leiding gegaan is en Stibar wil dat niet laten gebeuren. Dus Welles op 3 nu, Stibar op 2. En die geeft alles op dat wasbord om in dat wiel van Niels Albert te geraken. De wereldkampioen aan de leiding op dit ogenblik. Natuurlijk, ja, Stibar gaat niet meer denken. Ik ga hem geen 10 seconden meer geven, want dan is hij weg. Hij had direct het gevaar gezien. En dan knap naar dat wiel gereden. Stibar over dat berg gesprongen, ik weet niet of ik het gezien had. Maar, en nu is het echt doortrekken wat Albert doet. Hè. Ja, hard tegen hard. Kijk, hier het manoeuvre van Niels Albert. Pakt daar die binnenbocht en gaat op die manier voorbij Bart Welles. Ja, Stibar met risico ook. Hij ging een beetje verder in de bocht dat Bart moest inhouden. Dat was een heel slim manoeuvre. Cruciale fase van de wedstrijd misschien wel. Niels Albert aan de leiding. Heeft wat recht te zetten dus. Ik zei het daarnet al, na zijn iets wat povere prestatie gisteren in Maldegem. Maar het was hem gegund natuurlijk. Overigens in Maldegem op een doordeweekse dag zoals vandaag. Weer heel veel volk voor het veldrijden. Het is niet te geloven. Het grote verschil was ook dat gisteren een cross was over een heel uur. Als je dan een paar dagen minder geslapen hebt, al die verplichtingen veel op je benen gestaan hebt.
dan moet je dat bekopen. Vandaag is 2 keer 20 minuten. Dat kan Albert, een man like Albert, die gaat er geen probleem mee hebben voor 20 minuten gas te geven en zijn talent te tonen. Je ziet Stieber die moet alles geven, wel eens ook. Ja, er wordt hier niet meer echt gelachen. Groenendaal die moet zich hier reppen, want Walsleben zit hem nu op de hielen. Ben Berde die geeft ook niet af voor eigen volk. Thijs Al, shirt helemaal open nu. Nog één ronde en dat shirt gaat eruit, vermoed ik. Het kan erop aankomen, wanneer je zoiets in de laatste ronde doet, dan ben je gezien. Dan is de andere gezien. Ja, het is een hele mooie strijd eigenlijk. Dankzij de kant als crossliefhebber is het spijtig dat Stieber zondag niet bij Albert geraakt is. Maar als Belg natuurlijk was het mooier dat Albert hem alleen op opreed. Ja, ze hebben echt rondelang gestreden met elkaar in het vizier te blijven houden. Die kloof werd amper groter. Je ziet ook die jonge Walsleben, die blijft op een kleine achterstand hangen. Dan zie je wat een groot talent dat die kerel ook is. Die kerel heeft ook al die verplichtingen gehad. En ik heb er net nog bij gestaan en zei, jongen, het doet echt deugd om hier rond te lopen in die trui. Als je mee kunt, dan vrees ik er een beetje voor. Maar die mannen die dat in het begin kunnen meegaan, dan, die worden binnen een paar jaar wel toppers. Ja, laatste ronde gaan ze hierin. En Walsleben, wat wel eens niet kon, is Walsleben wel aan het proberen. Hij brengt wel eens terug en we zitten weer met 4 leiders. Met Stiebar, met Albert, met Walsleben en met Bart Welles. Ja, we gaan hier nog een spannende laatste ronde krijgen, hoor. Zij aan zij daar nu, Stiebar en Albert. Stiebar aan de leiding. Hij mag die positie nu eigenlijk op geen enkele plaats meer afgeven. Maar het kan soms gebeuren op die bochtjes zoals het hier bijna gebeurde. Albert nam de binnenbocht, Stiebar de buitenbocht. En 2 ronden geleden is het Albert daar wel gelukt. Hij is aan het loeren, Niels Albert. Waar kan ik hier proberen voorbij die Dekselse Tsjech te geraken? Ja, dat is het probleem op dit parcours. Stiebar die rijdt zo knappe lijnen hier rond eigenlijk. Dat is bijna motocross. En hier kan het Albert gebeuren misschien. Ja. Laat Stiebar dat gebeuren en laat het nog gebeuren ook. Ja, het is Stiebar die een beetje zijn hartslag wilde zakken voor die zandstrook. En dus kan Niels daarvan profiteren. Ja, en wanneer nu iemand van de twee een fout maakt in het zand, maar dat is niet het geval, dan is het helemaal verloren. Welles en Walsleben ook. Al die ziet nog niet zo ver. En Ben Berden in de 6e plaats voorlopig. Maar dit is de leider, Niels Albert. En hij vergroot zijn voorsprong op Zdeněk Stiebar. 10 meter op dit ogenblik. En 10 meter is veel in een parcours met korte bochtjes. Maar er is nog niks verloren. Nee, het is nog een halve ronde tot aan het einde. Dat is de ene sprint nu van Niels tot aan de aankomst. Hij heeft nog 2 lange rechte stukken en 1 bergje waar Stieber iets beter is. Dus het wordt nog heel spannend. Het is ook een heel korte rechte lijn. Dus normaal die je eerst draait, dan het verschil blijft 10 meter. Het is weer het scenario van Hogerheide dat zich hier aan het herhalen is. En Niels Albert is werkelijk ontketend nu aan het rijden. Is alles aan het geven. Ziet ook perfect waar de anderen zitten. Maar Stiebar, nee, hij vecht hoor. Hij geeft zich niet gewonnen. Hier Welles en Philip Walsleben. En Stiebar weer die andere lijn. Ja. En sneller door die bochten. Maar nu komt Welles toch terug in het wiel, denk ik, van Stiebar na die strook. Maar de kloof tussen Albert en Stiebar die wordt groter. Dat redt 10 meter. Wel, het zijn er 20 nu. En Welles die komt dichter op Stiebar. Ja, Walsleben die ligt voorlopig buiten strijd. En het is gedaan. Jawel, Niels Albert haalt het voor Stiebar. Die kan nog zijn 2e plaats veiligstellen. En 3e wordt Bart Welles. 4e, Philip Walsleben. En de 5e plaats, dat kan hij nog houden. Thijs Al, 5e. Ben Berden, 6e. En Richard Groenendaal, die zo lang aan de leiding reed in het begin van de wedstrijd, wordt 7e. Dan krijgen we Dieter van Toerenhout, 8e plaats. Jan Verstraeten, nee, de bruine benen hebben hem niet kunnen helpen. 9e plaats, uit Bollontaar in de verte. Rob Peters, die sleept zich stilaan naar het einde van het seizoen. Ja, zo denk sterk begonnen, maar dan teruggevallen. Maar ik denk dat Rob ook een stage in de benen heeft met de wegploeg van Landbouw Krediet. En daar kan hij nu misschien een beetje de tol van betalen, dat hij daar heel veel kilometers getraind heeft. Maar hij kan hem nog de komende 2-3 weken... Het is een prachtige manier om een verjaardag te vieren, maar ik hecht toch nog net iets meer belang aan de overwinning van zondag.
Maar deze is ook mooi. Schitterende beweging die je daar doet. Zdenek Stibar in de laatste ronde voorbij gaan en dan op kracht op zijn Niels Alberts. Hè. Ja, ik wist dat ik voor Stibar in het zand moest komen en dan een perfecte zandstrook krijgen. En dan wist ik dat ik de beslissing kon slagen. Dus ja, het plan is gelukt. Twee wedstrijdjes, 2 keer 20 minuten, dat is geen vol uur, maar dat maakt het misschien net dat ietsje moeilijker. Het is bijna een soort van conditietraining op in wedstrijdniveau. Ja, het is dat. Qua wedstrijdgevoel is het eigenlijk ideaal. Tegen het weekend toe denk ik dat ik wel terug wat uitgerust zal zijn om terug kunnen mee te doen voor de overwinningen. Op die manier de alcohol een beetje uit het lijf kunnen rijden. Dat is geen probleem geweest vandaag. Al bij al een spannende wedstrijd toch geweest. Hè? Met een, ik denk een Groenendaal die het begin van de wedstrijd erg gekleurd heeft op zijn leeftijd. Is dat, ja, zeker. En het is heel korte stukken en je moet zeker intensief van voorrijden, want anders is het veel te hard afzien. Komende dagen nu een beetje rust inbouwen voor dat toch wel zware weekend dat eraan komt? Ja, zeker. Zal nodig zijn. Ja, wat verwacht je? Wat wil je nog laten zien in Lille? En dan, Nog één koers winnen in die wereldrij en dan is het voor mij voldoende geweest. Ja, en heb je een voorkeur, zaterdag of zondag? Dat maakt niet uit, één van de twee. Oké, proficiat. Geniet nog van de verjaardag. Niels Alberts.